Het Nederlands mannenvolleybalteam speelde zaterdag in Ahoy de derde wedstrijd op het EK tegen wereldkampioen Polen. Boska! Op papier een hele mooie wedstrijd in eigen land, maar van enig thuisvoordeel was totaal geen sprake. Ahoy was weliswaar uitverkocht, maar er was een ware Poolse invasie. Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni. Supporters voor de Nederlandse lange mannen, die de eerste twee wedstrijden op het EK hadden gewonnen, waren met moeite te vinden. U bent wel extreem in de minderheid. Hier nog wel, ja, maar ik hoop dadelijk dat het binnen anders is. Ja, u probeert er maar wat van te maken, hè? Ja, tuurlijk. Maar het is wel moeilijk, hoor, tegen deze hele overmacht. Ik ben mijn stem bijna kwijt. Maar hoe zou het zo kunnen dat er zoveel Polen naar Rotterdam zijn gekomen? Geen idee, geen idee. We zijn in Rotterdam, we zijn in Ahoy. Maar jij hebt als Nederlands team het idee dat ze een uitwedstrijd spelen. Ja, ook dat is een vreemde, hè. En ik ben bang dat het 3-0 wordt. Ik ben er bang voor. Het volleybal leeft niet zo tussen de Nederlanders, denk ik. Als dat nou voetbal was, dan was het omgekeerd. Maar gaan die Polen nou zat voeren? Misschien winnen we dan toch nog. Wordt het wel met Oranje, denkt u? Ik ben er bang voor, maar we doen ons best, hè. Zowel op de tribunes als in het veld kon Nederland niet op tegen de Polen. Oranje verloor met 3-0, maar met nog twee wedstrijden in de pool tegen Estland en Tsjechië te gaan, zijn de achtste finales van het EK nog binnen handbereik. Het is geen schande, maar ze waren wel heel goed vandaag en wij hebben wat kleine dingetjes die we niet goed doen. Nou, dat gaat niet redden tegen deze jongens. Maar je ziet ook, er zitten ook 6000 Polen op de tribune. Je ziet ook hoe dat leeft in het buitenland. En ik hoop wel dat dat ook steeds meer zo gaat leven in Nederland. Je ziet dat er steeds meer mensen zijn. Dus dat is wel mooi ook voor ons inderdaad.